Steeds langer blijven ouderen en zorgbehoevenden zelfstandig wonen. En dit wordt dan ook door de overheid gestimuleerd. Maar wat nou als je je eigen woning niet gelijksvloers kan aanpassen? Dan biedt Hiseo BV je wel iets heel moois. De zorgaanbouw. Hoe deze eruit ziet en wat voor andere mogelijkheden dit bedrijf biedt, ga ik eens vragen bij Adrie Vlaanden van Hiseo BV. Ook gaan we nog kijken bij een mantelzorgwoning van de familie Hamelink. Adrie, kun je in het kort iets vertellen over Hiseo BV? Ja, Hiseo BV is een bouwbedrijf dat zich bezighoudt met onderhoudswerk, verbouwing en renovatie. We hebben tussen de 25 en 30 medewerkers. We doen geen nieuwbouw, dat is eigenlijk wel vrij uniek in de bouwwereld, maar daar hebben we bewust voor gekozen. We zijn sinds 2015 zijn we in dit pand getrokken. We hebben meer ruimte dan het vorige in de Noordpolderstraat in Axel. En we houden ons sinds anderhalf jaar ook bezig met zorg. Dat betekent dus de zorgaanbouw en de mantelzorgwoning. Wat meer van deze tijd is voor de toekomst eigenlijk. Hoe komt het dat jullie eigenlijk gespecialiseerd hebben in zorgaanbouwwoningen? Dat is eigenlijk ons opgelegd door de overheid. Dat we langer moeten blijven wonen in de eigen woning. We kunnen straks niet meer naar een bejaardenhuis of naar een verzorgingstehuis. Of niet meer zo makkelijk. En omdat 9 van de 10 woningen hebben de slaapkamer en de badkamer op de eerste verdieping. Dus op het moment dat je oud wordt of je raakt minder mobiel of er gebeurt iets anders op jonge leeftijd, kan ook. Dan kun je niet meer naar de verdieping toe. En hebben wij dus de oplossing om gelijkvloers een aanbouw te plaatsen met een badkamer en een slaapkamer. Dat je dus de eerste verdieping niet meer nodig hebt. Dus je blijft de rest van de woning wel gebruiken. De woonkamer en de keuken en een toilet. Maar de slaapkamer en de badkamer creëren zo beneden. Drempeloos. En hoe lang duurt het voordat zo'n zorgaanbouw bewoonbaar is? Na opdracht van de klant hebben wij er tussen de 6 en 8 weken nodig om te bouwen. En daarna nog 1 dag om te plaatsen. Dat is eigenlijk het unieke erin. We doen op 1 dag, 's morgens vroeg tot 's avonds is die klaar. Dan kan je douchen en slapen erin. Kunnen mensen kiezen uit kant-en-klare modellen of is elke aanbouw uniek? Elke aanbouw is uniek. We gaan van tevoren bij een aanvraag gaan we kijken of het past. Er zijn verschillende maten mogelijk. We bouwen eigenlijk gewoon op de plaats die er is. En daarnaast kan er ook gekozen worden in kleuren en in materialen die we gebruiken. We gebruiken allemaal onderhoudsvrije materialen en daar is heel veel keus. Wat voor faciliteiten heeft zo'n zorgaanbouwwoning? Zorgaanbouw is eigenlijk een klein gebouwtje waar alleen een slaapkamer. Het kan 1 persoon, 2 persoon zijn en een badkamer. Die badkamer is dan volledig volgens de MIVA-norm. Het is helemaal rolstoel toegankelijk. En er zit ook nog een meterkast in. Dat is eigenlijk alles. En nou, we gaan straks kijken bij een mantelzorgwoning die door jullie is geplaatst. Wat is het verschil tussen een mantelzorgwoning en een zorgaanbouw? Een mantelzorgwoning is weer heel wat anders. Dat is veel groter. Dat is echt een woning. Er zit dus een entree aan. Er zit een keuken in, een woonkamer, een slaapkamer en een badkamer. En ook weer helemaal aangepast aan rolstoelgebruik. Maar dat is dan praat je echt over een compleet woningje. Wat dan niet aan de woning vastzit, maar los staat van de woning. Ja. Is het nou anders om voor deze doelgroep iets te maken? Ja, heel anders. We zijn er nu sinds anderhalf jaar mee bezig, zeg maar. En dan merk je gewoon dat je geen aanbouw verkoopt voor de plezier. Hè? Want normaal doe je een aanbouw of woning verbouwen, doe je voor mensen comfort of plezier. Alleen nu is het uit noodzaak vaak en dat is veel emotioneler. En je raakt ook vanzelf met die mensen, krijg je een andere band dan dat je gewoon een werk doet. Ja. Dat is gewoon veel anders. Stel, ik heb het budget niet om zo'n zorgaanbouwwoning te kopen, maar ik heb er wel één nodig. Bieden jullie dan nog mogelijkheden? Ja, dat is geen probleem. We kunnen dan ook een huurconstructie afspreken of lease. En kan zelfs ook nog met terugkoopgarantie. En wat houdt dat in? Nou, stel je voor, u weet van tevoren, ik heb hem maar een aantal jaren nodig. Dan spreken wij van tevoren contractueel vast dat we een bepaald bedrag teruggeven bij inname. Nou, bedankt voor al deze informatie. Geen dank.
Meneer en mevrouw Hamelink, allereerst heel erg bedankt dat ik een kijkje mag komen nemen vandaag bij jullie, jullie mantelzorgwoning. Waarom hebben jullie besloten om deze woning te laten plaatsen? Ja, dat is dus zo gekomen omdat mijn man dus tweede paasdag is het getroffen door een hersenbloeding. En is hij dus opgenomen in een revalidatiebepleegde huis. En daar heeft hij dus 9 maanden verbleven. En in die tijd hebben wij dus de kans gekregen om te kijken wat de vooruitgang was of wat nog mogelijk was. En ja, dan zijn we tenslotte gekomen tot dat de mantelzorgwoning de beste oplossing was. We hebben dus verwonen dus eerst in ons oude huis natuurlijk. En daar gaat onze zoon wonen. En toen konden we hier deze mantelzorgwoning plaatsen. Hebben we dus een wooncoach ingeschakeld. Mm-hmm. En die heeft het allemaal voor ons geregeld. Dat we hier dit konden plaatsen. Eerst contact gehad met de gemeente. En dat kan dus zonder vergunning geplaatst worden. En dat is ook erg belangrijk. Ja. Want we waren al bezig met een andere woning. Maar dat was niet mogelijk. En deze woning kon zo geplaatst worden. Hoe was het voor u om na zo'n vervelende situatie weer thuis te komen? Ik was er heel blij mee. Ja. En na een verblijf van 9 maanden in een revalidatiecentrum, dan grijp je elke mogelijkheid aan om naar huis te kunnen. En dit was voor ons dus de goede oplossing. We kunnen gewoon hier gezamenlijk weer wonen, man en vrouw. Er is een slaapkamer, een badkamer, een woonkamer, keuken en entree. Dus er is voldoende ruimte. En we hadden zelf de plaats op het bedrijf van de zoon nu om de unit neer te zetten. En dat bevalt tot nu toe erg goed. Ja. En ik ben blij weer thuis te zijn. Ja, dat snap ik. En hoe gaat het met u? Iedere dag een beetje beter, maar er moet nog veel verbeterd worden. Want ik krijg straks vanaf volgende week therapie aan huis. En dan probeer ik de linkerarm en linkerzij nog een beetje, dus proberen ze te activeren. Dat ik er nog wat meer mee kan doen. Maar de pijn is draaglijk, het gaat wel. We hebben dus eerst nog gekeken of het mogelijk was om aan ons oude huis een woning te bouwen. Maar dat bleek toch minder geschikt. En toen zijn we dus hier terechtgekomen. En hoe lang heeft het geduurd voordat deze woning helemaal klaar was? Ik denk in augustus. En het is in december geplaatst. Wat vond u belangrijk aan de mantelzorgwoning? Waar moest het aan voldoen? Ja, het moest dus voldoen aan de zorg die mijn man dus zou krijgen. Daar ging het dus om. Daar hebben we het dus voor gemaakt. Dat hij dus toch de zorg kon krijgen en dat wij konden zorgen. Mijn zoon is dus ook mantelzorger. En zo proberen we het dus op te lossen met thuiszorg. In ieder geval heel erg bedankt voor jullie verhaal. Ja, graag gedaan.